Yo mensen en welkom bij een nieuwe video. Ik weet niet of jullie het al gemerkt hebben, maar we zitten alweer bijna in de maand november. Oh, wat gaat zo'n jaar toch altijd snel voorbij, hè? Dat is niet normaal, het is geen sneltreinvaart meer, dat lijkt wel warp speed. Hashtag Star Trek is te gek. En ik denk dat sommigen wel hadden gehoopt op een Halloween video. Helaas, ik ben christelijk en ik vier geen Halloween, jongens. Nee, ik vier het niet. Ik heb er al een keer een video over gemaakt. Zie de infokaart hier. Het is niet mijn allerbeste video die ik ooit gemaakt heb. Maar goed, als je wil weten waarom ik geen Halloween vier, klik er dan even op. En weet je wat mijn verstand gewoon echt te boven gaat? Zwarte Piet willen ze niet meer. Maar Halloween, daar is niks mis mee. Met afgehaakte ledematen, moordwapens en gezichten onder het bloed. En dan maar afvragen waarom de jeugd tegenwoordig verpest is. Denk toch eens na. Maar genoeg gezeik daarover. Daar wil ik het in deze video niet over hebben. Voor de mensen die mij al wat langer volgen op YouTube, die zal het zeker wel zijn opgevallen, dat ik mijn video's heel onregelmatig upload. En dat is namelijk omdat ik niet met een vast uploadschema werk. En voor de mensen die zich afvragen, wat is een uploadschema? Nou, een uploadschema, dat is hoe vaak je een video uploadt in een bepaalde tijd. Oh, zit dat zo? Om maar even een voorbeeld te noemen. Dylan Hagens, een hele populaire YouTuber uit Limburg, die heeft een vast uploadschema. En die uploadt elke zondag een top 10. Om de twee weken een nieuwe aflevering van Cliffhanger. En daarnaast op zijn tweede kanaal elke dinsdag een animatie. En elke vrijdag een nieuwe challenge. Al met al uploadt hij zo ongeveer 6 video's per maand. Voor mij is het gewoon extreem lastig om met een vast uploadschema te werken. Want ik ben nooit goed geweest in plannen. En daarnaast, alle grote Nederlandse YouTubers, zoals bijvoorbeeld StukTV, Enzo Knol, Dus David Games, Dylan Hagens, al die grote YouTubers, die wonen al op zichzelf. Die maken hun eigen regeltjes, hoeven met niemand rekening te houden. Die kunnen uploaden wat ze willen. Ze kunnen gewoon lekker hun gang gaan. Helemaal prima. Maar wat bij mij het geval is, ik woon nog gewoon thuis bij mijn ouders en mijn zus. En wat er heel vaak gebeurt, echt heel vaak, dat is dat ik tijdens het maken van een video gestoord word. Of tijdens het bewerken, of tijdens het uploaden ervan. Bijvoorbeeld van, joh Leon, wil je even helpen met de afwas? Of wil je even de hond uitlaten? Of het plastic afval naar de container wegbrengen. Man, ik word er zo moe van. Heb ik zoiets van, nee, laat me gewoon met rust. Ik ben een video aan het maken. En voor mij is het gewoon heel erg lastig om nieuwe ideeën te bedenken. Sommige dingen komen ook gewoon zomaar aanwaaien. Bijvoorbeeld de Pietervlog van afgelopen jaar. Ik wist dat ik Zwarte Piet ging spelen en ik dacht met mezelf, hey, dat zou nog wel eens een hele leuke video kunnen opleveren. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik heb 2 Pietervlogs gemaakt. En allebei zijn ze super goed ontvangen. Allebei hebben ze meer dan 1000 weergaven. En daar ben ik jullie hartstikke dankbaar voor. Ik hoop dat het dit jaar weer gaat lukken met de Pietervlogs. Want ze komen eraan, jongens. Nog eventjes geduld. Maar als je dus een tijdje afwezig bent op YouTube, jongens, heb dan even geduld. En anders kun je me altijd vinden op mijn Facebook en mijn Instagram. Staat hier beneden in de beschrijving. Je kunt me altijd een berichtje sturen. Dus voel je vrij. En ja, dat was het alweer. Vond u deze video nou leuk? Geef dan zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. En op de hoogte blijven van mijn allernieuwste video's. Klik dan hier beneden op abonneren. Vergeet niet een reactie achter te laten. En stuur deze video door naar al je social media vrienden. Dan heb ik nog als laatste 2 shoutouts. En die gaan deze keer naar Lester Meijer en Jerome Collin. En wil jij dan een shoutout in van mijn volgende video's? Dat kan.
Laat hier beneden een reactie achter. Of anders via mijn Facebook of mijn Instagram. Linkjes staan ook in de beschrijving. Jongens, bedankt voor het kijken. Ik zeg... En dan gaan we.